Goedendag, hier weer het video Weekbericht. Ik wil beginnen met een grafiek die aangeeft hoe groot de kansen zijn dat Biden um, alsnog de Senaat gaat winnen. De, deze is gebaseerd op Predicted. Een Predicted kijkt naar alle gokmarkten en die geven over het algemeen een hele af, aardige afspiegeling van de kansen. En we zagen dat dat best wel hoog was voor de verkiezingen. Um, en um, we zien dat het daarna flink kelderen van de 60 naar maar liefst 10 procent. Als we nu gaan kijken, dan zien we dat het flink herstel is nou maar liefst 27%. Dat is nog steeds veel minder dan de helft. Maar wel weer aanzienlijk hoger dan die 10% die we eerder hebben gezien. Nou, dat hangt allemaal af van uh, de dus staat Georgia, waar twee senaatzetels te vergeven zijn. En die verkiezing is op 5 januari. Dus het belooft dan nog spannend te worden richting 5 januari. Dat, want dat betekent een heel ander beleid als je alsnog het Senaat weet te winnen. Dan kan je alles doordrukken, om het maar even simpelweg te zeggen. Dan een grafiek, een hele interessante uit de Financial Times, die aangeeft hoe bang mensen zijn om het virus op te lopen. En wat dan opvalt is dat met name in Azië mensen bang zijn. Nou ja, op zich is dat goed. Hoe bang je bent om het virus op te lopen, hoe voorzichtiger je bent, hoe minder je het waarschijnlijk zal oplopen. in Europa is dat het laagst. Dat verklaart misschien ook gelijk wel de hoge groei die we de afgelopen tijd gezien hebben. In Amerika, en dat had ik niet verwacht, zien we dat daar wel een vrij hoog percentage is. Het geeft ook aan, als je bang bent om het virus af te lopen, ga je niet winkelen en ga je er dus ook geen geld uit geven. Dus hoe banger je bent, uh, bangere consumenten geven geen geld uit. Dus dit is een slecht teken van de economie en zeker omdat het stijgt, met name in de Verenigde Staten. Dan um, een heel als we het toch over bangere consumenten hebben. Uh, de lichtblauwe lijn die we hier zien is het consumentenvertrouwen. De donkere lijn is de. Uh, Koers-winstverhoudingen, waar ze van de afgelopen twaalf maanden. Uh, en dan zien we heel duidelijk dat er een hele sterke correlatie is. Logisch, als het goed gaat met de economie, uh, dan ziet iedereen die winsten stijgen en zijn ze bereid om meer voor aandelen te betalen. En als het slecht gaat met de economie. Uh, is het omgekeerde waar? En dan is men bereid om heel weinig voor die aandelen te betalen. Nou, dat is een lijn die over het algemeen heel erg mooi opgaat. En nu compleet uit het lood geslagen is. Dat komt natuurlijk omdat aandelen ontzettend duur zijn geworden. Omdat de rente zo laag is. Terwijl het erg slecht gaat met de economie. En dat zie je terug in dat consumentenvertrouwen. Deze lijnen zullen ongetwijfeld een keer bij elkaar gaan. Maar we zien wel in hoeverre de markten op dit moment verstoord zijn. Dan. Uh, voor de hele korte termijn een mooie grafiek van Citibank, die aangaf dat er toch wel heel veel stromen zijn te verwachten. richting het mei einde van de maand. Dat is aanstaande maandag. En dan zou je voor in ieder geval dat verwacht City, dat er voor enorme bedragen, maar liefst ruim 600 miljard aan aandelen verkocht moeten worden. En een iets minder groot bedrag, 457 miljard aan obligaties gekocht moet worden. Omdat aandelen het zo ongelooflijk goed hebben gedaan. En omdat al die portefeuilles dan weer in lijn gebracht moeten worden. Moeten die aandelen verkocht worden en obligaties gekocht. En dat zal een slecht teken van aandelen zijn. Het zal met name op korte termijn een, een rol spelen. Maar dat gaan we dus volgende week zien. Wat ook opvalt is dat het optimisme onder de zogenaamde FinTwits, dat zijn mensen die zich bezighouden op Twitter met financiële zaken, ik denk dat ik daar ook bij hoort, die heeft deze partij opgedeeld in een aantal segmenten en wat opblijkt, blijkt dat zelfs de bears, de mensen die altijd negatief zijn, nu wat aan de positieve kant raken. En dat is toch wel bijzonder als zelfs de bears ...positiefs worden, dan geeft dat wel aan uh, dat er in ieder geval heel veel enthousiasme in de koersen zit. Dan de agenda voor de komende week. De eerste week van de maand is altijd de leukste week. Want dan hebben we natuurlijk de Income Managers Index. Heel erg belangrijk. We hebben natuurlijk al een voorproefje gehad. Uh, dus in de landen waar dat bekend is, uh, is het wat minder interessant. Maar de ISM Index komt natuurlijk ook. En het is Payroll Friday op vrijdag. En dan weten we weer hoe het staat met de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Genoeg om dus naar uit te kijken. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Veel succes en tot volgende week.